Heeft iedereen inmiddels een plekje gevonden? Graag kondig ik de volgende spreker aan, terwijl sommigen van jullie nog de laatste hap van het eten naar binnen werken. De volgende spreker, jullie weten het waarschijnlijk al, Dennis Vroegop. Dus bij deze wil ik een hartelijk applaus vragen voor Dennis Vroegop. Dit was een van mijn eerste HoloLens applicaties. En zoals jullie zien, mijn vrouw is zeer geïnteresseerd in alles wat ik doe. Laat maar gaan. Goed, dat even terzijde. Goedenavond allemaal. Dit is toch fantastisch. Ik bedoel, we praten over technologieën die niet te krijgen zijn, moeilijk te krijgen zijn, nieuw zijn. Laten we eerlijk zijn, waar jullie vandaag nog niets mee kunnen gaan doen. En morgen ook niet. En toch zitten we hier met ruim 100 man bij elkaar. Het is hartstikke mooi weer. Je had ook kunnen gaan barbecuen. Nee, jullie zijn allemaal hier naartoe gekomen. Waarvoor mijn dank. Echt, ik vind dat helemaal fantastisch. Op het gevaar dat we dingen gaan herhalen. Wie van jullie heeft er al eens een HoloLens op gehad? Er is het niet. Ik kan ook om kunnen draaien, maar virtual reality, een aantal mensen wel. Net nog een paar mensen erbij gekomen, gok ik. Virtual reality, ja. Ja, dat precies. Ja, dat ondertussen allemaal is het niet. We hebben zometeen nog een half uur de tijd om dat allemaal te gaan proberen. Dus leef je uit. Voor degenen die niet de HoloLens opgehad hebben, ik ben bang dat het vandaag ook niet gaat gebeuren. Waarom? Heel simpel, het kost 2-3 minuten per persoon om even te kijken hoe het ding goed zit, of je hem op hebt en naar twee beelden te gaan kijken. We zitten hier met 100 man, keer 2 minuten, ik moet ook weer een keer naar huis toe. Heel egoïstisch, sorry, ik weet het, het is niet anders. Ik laat hem wel zien en ik ga erover vertellen. En ik ga jullie vertellen wat nou eigenlijk de ideeën erachter zijn, wat je ermee kan, wat je er niet mee kan, de hype een beetje wegnemen en ondertussen ook de verwachtingen weer oppompen. Dus het wordt een beetje een mix van alles wat, hartstikke leuk. En we gaan het wel zien waar het schip strandt. Goed, mijn naam is Dennis Vroegop. Ik ben programmeur. Ik heb al zoveel titels gehad in mijn leven, architect en dan noem maar op. Laatst nog met Hans, waar zit je? Met Hans samen gewerkt als scrum coach, hartstikke geinig. Maar ik ben een nerd, ik ben gek van gadgets. Ik ben een programmeur, geef mij een toetsenbord en een beeldscherm en ik ben gelukkig, dacht ik. In de loop der jaren heb ik gemerkt dat dat niet helemaal waar is. Ja, natuurlijk, ik vind het nog steeds leuk. En ik vind het nog steeds heerlijk als ik gewoon een dagje vrij heb en dan ga ik achter een toetsenbord zitten, dan ga ik appjes bouwen. Programmeren, bouwen, leuk. Ik heb alleen gemerkt dat ik het veel leuker vind om die kennis die ik daarmee opdoe, dat te delen met mensen zoals jullie. En daar gaat het mij eigenlijk een beetje om vanavond. Ik wil jullie zometeen heel gaaf technologie laten zien, maar er zit een idee achter, er zit een filosofie achter, er is over nagedacht. Niet door mij, ja ook, maar niet zo heel erg veel, maar door andere mensen. Deze kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Knowledge is power, dat schijnt Sir Francis Bacon gezegd te hebben. De bewijzen zijn niet, maar goed, we nemen even aan dat het klopt. Vanaf nu is dat zo. Knowledge is power, kennen we allemaal, hè? Ik bedoel, kennis is macht. Staat op heel veel boeken worden vermeld en noem maar op, overal kom je er tegen. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk namelijk dat sharing knowledge is power, van de beroemde filosoof Dennis Vroegop in 2016. Ja, deze slide die gebruik ik vaker en ieder jaar pas ik hem weer aan met het jaar, allemaal voor de rest. Ik geloof hierin. En waarom geloof ik hierin? Ik denk dat kennis delen macht geeft aan beide partijen, dat iedereen er beter voor wordt. Dat klinkt een beetje zweverig misschien, maar ik ben er echt van overtuigd. Kennis delen is macht. Voor beide partijen wordt iedereen beter van. Daar is een probleem mee. Toegang tot kennis. Ik heb ooit in een grijs verleden heb ik informatica gestudeerd. Daar heb ik een paar dingen geleerd. Voornamelijk dat je van zware kaders niet doodgaat. Dat was een van de dingen die ik opgepikt heb. Een andere is de definitie van informatie. Ik bedoel, de meeste mensen hier die zitten in de ICT-industrie. We weten allemaal information and communication technology. Maar de meeste mensen weten niet wat informatie is. Heel vaak hoor je wel eens, ja, de informatie was fout. Of ik kreeg te laat. Nee. Je hebt data, je hebt gegevens. En gegevens die op de juiste plaats, op de juiste plek, bij de juiste persoon, de juiste tijd waarde toevoegen, is informatie. Ja? Onthouden allemaal? Nee? Ik ga overhoren zo meteen. Hè? Dus gegevens die op de juiste plek, bij de juiste persoon, op de juiste tijd waarde toevoegen, dat is informatie. Dus informatie is fout? Ja, klopt niet, want dat is foute gegevens. Ik heb de informatie laten krijgen, tijd niet goed. Dit is echt ontzettend belangrijk in ons vakgebied. Zorg ervoor dat je gegevens hebt. Gegevens zijn er heel veel. We hebben heel veel data om ons heen. En zorg ervoor dat het bij de juiste persoon op binnenkomt. Die kan er wat mee doen, die kan er waarde uit halen. En waarde kan zijn, heel simpel, geld verdienen. Maar denk aan andere dingen. Denk aan informatie in rampgebieden. Het kan levens redden. Kijk naar ontwikkelingslanden, wat je daar met informatie kan doen. Dan kun je mensen redden, dan kun je mensen hun leven laten verlengen. Je kunt er andere dingen mee doen. Het probleem is alleen, wij zijn verwend. Dat is het probleem niet hoor. Het probleem is, wij zijn verwend, zij zijn het niet.
Wij hebben de toegang tot onze informatie. Wie van jullie zit er in ICT? Oké. Ja, we zitten gast bij het bedrijf Computer Futures, dus die vraag was een klein beetje over de. Wie van jullie is programmeur? Wie niet? Mag ik vragen wat jij doet? Ik ben teamleider. Ja, hetzelfde. Weet je? Andere vraag. Wie van jullie heeft een smartphone? Niet iedereen. Ah, dat verbaast me een beetje, maar goed. Weet je, wij zijn zo ontzettend gewend geraakt aan dit soort technologieën dat wij informatie altijd onder handbereik hebben, dat we er niet meer, dat we vreemd vinden als iemand dat niet heeft. Ik heb een keer een project gedaan waarbij we met een stel vrijwilligers in 48 uur een hackathon hadden waarbij we een applicatie gingen bouwen voor de GGZ. Mensen die daar in dat gebouw woonden, daar zo, die gingen we helpen. Een heel mooi systeem bedacht. We gaan een applicatie bouwen waarbij we mensen inzage geven in hun gedrag. En dan konden ze op mijn mobiele telefoon konden ze zien van, nou oké, ik heb morgen een verjaardag, dat betekent dat ik een beetje gestrest ben, maar ook agressief van, ik moet meer buiten gaan wandelen, want dat helpt, zoiets. Hebben we gebouwd, samen die mensen ontwikkeld, en toen zeiden de mensen, hartstikke leuk, maar we hebben helemaal geen smartphone, kunnen wij niet betalen. Nederland, hè? Oh ja. Nou, dat hebben we omgeturnd naar een algemene applicatie, ze hadden één gedeelde pc, daar draaide die op, lang niet zo effectief, maar goed, we moesten toch wat. Die mensen hebben geen toegang tot die informatie omdat ze de hardware niet hebben. Ik denk, sharing knowledge is power. Nog een ander voorbeeld en dan gaan we naar de volgende slide. En ja, de HoloLens komt eraan, wees maar niet bang, gaat allemaal goed komen. Ik stond in 2007, stond ik in de lobby van het Sheraton Hotel in Seattle. En voor degene die het niet weten, Seattle, dat ligt naast een plaatsje genaamd Redmond. En Redmond, daar zit Microsoft. En Bellevue, daar zit ook Microsoft. En al die andere dorpjes, daar zit ook Microsoft. Er loopt daar iets van 100.000 man in de ronde, die werken daar in de ronde. Die werken bij Microsoft. En Microsoft had een ideetje, die hadden een touchtable gemaakt. Dat was de Surface computer. Dan praat ik niet over de tablet, ik praat niet over de telefoons. Ik praat over een tafel, dat ding dat woog 83 kilo. Die stond daar zo, grote plexiglasplaten bovenop. En dat was een touch device. En dan niet alleen touch zoals jullie dat nu kennen van je iPad of van je mobiele telefoon. Nee, deze werkte op vision based. Dat betekent dat die objecten herkende. Als je je koffie erop zette, zag je dat. Was dik plexiglas. Als je koffie omver gooide, prima. Maakt het niet uit. En daarop stonden een aantal applicaties. En dan kon je dus bijvoorbeeld een kaartapplicatie. En dan kon je dus inzoomen, uitzoomen, restaurant zoeken. Nou, noem het maar op. En er zaten twee oudere dames die zaten daar. Een jaar of 75, typisch Amerikaans, blauw haar, je kent het wel. Die zaten daarachter en die waren aan het spelen. Die waren dus met die kaart bezig. Hè. We gaan vanmiddag naar het restaurant, dan gaan we daar lunchen en dan gaan we morgen gaan we dat doen. Die dames hadden de grootst mogelijke lol. En ik stond zo een tijdje te kijken. En, nou, grappig. En op een gegeven moment zegt die een tegen die andere, die zegt, look Annie, I'm finally using a computer. En ik schoot in de lach, ik heb uiteindelijk een computer, haha. Nou, wacht even, we praten hier over twee dames, 75 ongeveer. Die wonen een hele leven al in, nou, wat ze dan zelfs noemen, een ontwikkeld land, Amerika. Zij gebruiken geen computers. En waarom niet? Daar ben ik over na gaan denken. Nou, wat de reden is, ze vinden het apparaat eng. Ik zie dat wel aan de mensen in mijn omgeving, de ouderen vandaag, die vinden dat apparaat eng. Die hebben geen toegang tot kennis. Die zijn verstoken van informatie. En toen ging ik nadenken van wat kunnen wij nou doen in ons vakgebied om dat soort mensen te helpen. En dan praat ik niet alleen over ouderen vandaag in Amerika, maar ook hier in Nederland. Ik praat over mensen die geen geld hebben, die geen apparatuur kunnen kopen. Ik praat over mensen in andere landen die geen toegang hebben tot die dingen. Wat kunnen wij nou doen? En een van de dingen die wij kunnen doen is nadenken over onze manier van presenteren van systemen. Presenteren van gegevens, dat ze informatie van kunnen maken. Degene die mij een beetje kennen weet dat ik een enorme fan ben van Douglas Adams. De schrijver van Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Die heeft een trilogie geschreven, bestaande uit 5 boeken. Trilogie, 5 boeken, ja. Het laatste deel daarvan, die is wat minder moet ik eerlijk zeggen, staat deze quote. Het staat van, a computer terminal is not some clunky old television with a typewriter in front of it. It's an interface where the mind and body can connect with the universe and move bits of it about. En die is briljant. Want dit schreef hij in 1992, dit idee had hij in 1982. En toen was het eigenlijk al outdated, dacht hij. Computer, dat is een typemachine van een televisie. En we zijn niet veel verder gekomen dan dat. Ja, we hebben nu de muis erbij. Hey, we hebben touch devices, maar dat is allemaal precies hetzelfde. Een interface where the mind and body can connect with the universe and move bits of it about. Wat we net gezien hebben in de VR-productiepresentatie, is dat. Maar ik wil graag een stap verder gaan. En dat wil ik graag met dit apparaat doen. Nou, daar is hij dan eindelijk, de HoloLens. Er zit heel leuk in PowerPoint zit een feature, daar kun je achtergrond weghalen. Dat werkt perfect. Hij heeft een klein stukje van HoloLens weggehaald. Er zit een wit stipje in het midden, dat moet rood zijn. Maar voor de rest klopt hij aardig. Dit is de HoloLens. Wat is het verschil van de HoloLens met al die andere devices die er achter op tafel liggen?
Hij is transparant. Je kunt er doorheen kijken. Met andere woorden, je kunt hem opzetten en je ziet gewoon de wereld nog. Nou, dat is het hele idee achter augmented reality. Augmented reality of mixed reality, zoals Microsoft dat dan noemt, is het projecteren van echte beelden, of sorry, het mengen van echte beelden met virtuele beelden. En dat kan natuurlijk alleen maar als hij transparant is. Maar nog een dingetje, en dat is geen marketingplaatje, er zitten geen kabels aan. En dat is niet dat ze die weggehaald hebben omdat het niet zo mooi staat op de foto. Nee, die heb je niet nodig. Dit apparaat draait gewoon volledig helemaal zelfstandig op zichzelf. Alles wat je nodig hebt zit hierin. Jullie zijn net geweest, staat daar een Oculus met een hele zware machine. Dat is een nadeel. De reden daarvoor is natuurlijk heel eenvoudig. Hè? Ik kan wel zeggen, ja, dit is beter, want dit is allemaal ingebouwd. Nee, dat is onzin. Die Oculus Rift, dat is een fantastisch mooi apparaat, want die moet in full HD de wereld om je heen gaan renderen. Je ziet die hele wereld. En dan moet die allemaal berekenen. En dat kost heel veel rekenkracht. Deze hoeft dat niet. Want die wereld hoef ik niet te renderen, want ja, die staat er al. Dat is, ja, daar hoef ik niks aan te doen, weet je. Dus ik hoef alleen maar dingen toe te voegen. Dus kun je veel meer lightweight machine voor gebruiken. Nou, het is iets meer dan alleen dat. Er zitten namelijk een aantal sensoren in. Dit plaatje is een plaatje van een prototype. Het is tegenwoordig helemaal anders. Een beetje. Er zijn twee sensoren omgedraaid. Dit is hoe dat ding van binnen eruit ziet. Er zitten een aantal camera's in. Wie van jullie heeft er een Kinect van de Xbox? Oké, wie weet niet wat een Kinect is? Mooi, hoef je ook niet uit te leggen, dat scheelt weer. Maar goed, voor de zekerheid, het is het apparaat dat naar jou kijkt en daarmee detecteert hij je bewegingen en dan kun je de boel gaan bedienen. Move bits of het universe about. Hè? Goed. Dat is wat hierin zit. Sterker nog, de hoofd van het team van Kinect, Alex Kipman, is ook de hoofd van het team van de HoloLens. Dus het is niet zo vreemd dat daar hetzelfde idee in zitten. Er zitten een aantal camera's in. Nou, ik ga hier even staan. Aan beide kanten zitten twee Quayscale camera's, vier in totaal. Wat die dingen doen, die kijken om zich heen. En die kijken continu in grijswaardes wat jij ziet. Er zitten geen gyroscopen, er zitten geen accelerometers in die in je telefoon wel op zitten. Hij bepaalt de stand van je hoofd en waar je binnen de ruimte puur door die visuele beelden. Heeft één voordeel, dat ding gaat dus ook gewoon buiten aarde werken. Dus op de maan zou die ook goed werken, want ja, heb je anders zwaartekracht, maar dat doet hij prima. Hier onderop, in de echte camera zit er bovenop, zitten nog twee van die dingetjes. Eén daarvan is een infrarood emitter, die stuurt er infrarode lichtbundels de camera in. En die andere die vangt dat weer op. En dat doet hij continu. En daarmee meet hij de afstand tot alles wat hij daarin ziet. En dat doet hij 5 keer per seconde. Dus 5 keer per seconde bouwt hij een compleet beeld op in diepte, tot 3,5 meter diep, van de omgeving om zich heen. En dat doet hij op een centimeter nauwkeurig ongeveer. Dat is best knap. Nou, er zit nog een cameraatje boven, dat is gewoon een RGB-camera, zo'n HD-camera. In het echt device zit er iets onder, maar goed, zo ziet het ding eruit. Nou, dat rode dingetje zie je wel rood, dat is een speaker. Er zitten twee spiegeltjes in. Hele kleine rotspiegeltjes boven je oren. En die geven fantastisch 3D spatial sound. Hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet. Maar dat betekent dat je geluiden echt in een 3D-ruimte kan plaatsen. Als ze zeggen dat hier een geluid is, hoor je hem ook echt daar achter je. Terwijl het kleine spiegeltjes zijn. Nou, daarnaast zitten er nog 4 microfoons in. 4, waarom? Die zijn gebundeld, zodat hier alleen hiernaar geluisterd wordt. Dat betekent dat als je collega die bril op hebt en je wil hem gaan pesten door speechcommandos te gaan geven. Dat kan wel, maar dan moet je een truc uithalen, die ga ik jullie niet vertellen. Maar in principe luister je alleen naar gebruiker. Je kunt het dus inderdaad, als je handen bezig zijn met iets anders, kun je gewoon speechcommandos geven en dan werkt het ook allemaal prima mee. Nou, daarnaast nog een paar batterijen, want hij is volledig untethered, dus geen kabels. En dat doet iets van 2,5 à 3 uur op. En dat zijn geen marketingcijfers, dat zijn de cijfers die ik er zelf uithaal. En that's it. Dat zijn de sensors. Nou, er zit nog een beetje hardware in. Er zit een Intel 32-bit Atom processor in. Nou, voor degene die weet wat het is, stelt niks voor. Er zit een hele lichte GPU in. Hoeft ook niet zo zwaar te zijn, want hij hoeft die wereld niet te rennen, weet je nog, alleen die paar dingen erbij. Dus een hele simpele grafische chip zit erbij. Wat er wel in zit, en dat is wat Microsoft de HPU noemt, dus de Holographic Processing Unit, ze verzinnen nogal wat. En wat het ding doet, is alle signalen van die camera's en de microfoons opnemen, die verwerkt hij, dat is echt gewoon hardware. En die geeft uiteindelijk alleen maar de resulting meshes, dus hoe ziet de camera eruit, die punten geeft hij door aan de CPU. En die CPU die hoeft niet zoveel te doen. Die kan lekker zijn applicaties draaien en voor de rest doet hij niks, die heeft het niet zo druk. En dat werkt verbazingwekkend goed. Ga ik zo meteen laten zien. Nou, nog een keertje voor de duidelijkheid. Belangrijke punten, het zijn see-through lenses. En het heeft nog een voordeel, dat als je er twee zou hebben, dan kun je samen naar dezelfde virtuele objecten gaan kijken. Die vraag is net al gesteld, want als je samenwerkt, kun je elkaar ook zien. Ja, want hij is transparant.
Dus als wij samen iets gaan doen, dan gaan we hier een object in zitten, dan gaan we er samen omheen lopen. Dat heeft natuurlijk enorme voordelen als je samen dingen wil gaan ontdekken. Samen naar een 3D-model wil gaan kijken, samen een vliegtuigmotor virtueel uit elkaar wil gaan halen, noem maar op. Dat kan, want je ziet elkaar lopen. Dat heeft als voordeel dat je ook kan gaan lopen. Bij Oculus Rift wordt aangeraden om eigenlijk te gaan zitten en te blijven zitten. Bij de HTC kun je een beetje rondlopen, maar dat is ook nog redelijk beperkt binnen een bepaalde ruimte. Dit apparaat is los van alles. Je ziet waar je loopt, je struikelt niet. In theorie. Ja, wat gebeurt er? Mensen die zetten dat ding op en die zien allemaal hele mooie dingen. En oh, dat is gaaf. En gaan alsnog. Vandaar ik altijd naast blijf lopen, want ik ben een beetje zuinig op het apparaat. Maar goed, je kunt rondlopen, je kunt om objecten heen. En dat is het grote verschil als je gaat programmeren voor dat ding. Ik ga niet te veel over de programmeerkant in, daar heb ik andere sessies voor. Maar als je gaat ontwikkelen, ben je gewend dat je een beeldscherm hebt. De gebruiker zit achter het beeldscherm. En wat doe je? Je laat de wereld veranderen op dat beeldscherm. Je maakt een spelletje en je met de pijltjes doet je en dan verander je de wereld. Alsof je door een gang loopt, maar eigenlijk laat je die gang bewegen. Bij augmented reality doe je dat niet, dat laat je allemaal staan. Waarom? Nou, die gebruiker gaat maar lekker zelf lopen. Dat heeft nog een voordeel. De vraag is net ook gesteld, word je er niet misselijk van? Augmented reality word je niet misselijk van. Waarom niet? Misselijkheid, autoziekte, bewegingsziekte is het verschil tussen wat je ziet en wat je voelt. Je zit in een auto, je bent een boek aan het lezen. Degene die kinderen hebben weet dat helemaal. Die zitten in de iPad en weet ik veel allemaal. En die worden kotsmisselijk als ze in die auto zitten. Waarom? Ze zien een stilstaande omgeving om zich heen, maar ze voelen beweging. En dan kan het lichaam niet tegen. Sterker nog, het lichaam denkt dan van, dit is niet goed. Ik zie iets, ik voel het andere. Ah, ik ben vergiftigd. Dat is een beetje een standaard reactie. Een beetje een default switch statement met een default onderin. Vergiftiging. Dus dat vergiftigd moet eruit. Hoppakee. Dat is wat er gebeurt. Augmented reality niet, want als ik mijn hoofd beweeg, ja, dan zie ik die beweging daar ook terugkomen. En dat klopt, want dat is precies wat ik bedoel. Sterker nog, als die virtual objecten die er zijn, als die een beetje achterblijven, omdat die processor nog even te druk heeft, is eigenlijk een beetje na, zijn er maar kleine elementen. De rest van de wereld klopt wel, dus je wordt er niet misselijk van. Nog een belangrijk voordeel, mensen hebben moeite mee. Jullie niet, jullie zijn techneut, jullie snappen dat. Maar de meeste mensen vinden het eng om een virtual reality bril op te zetten in een omgeving die ze niet kennen. Waarom? Zeker als je met een koptelefoon op zit, je hebt die bril op, je ziet niks, je hoort niks. Wat doen mensen om me heen? En als je dat in een druk winkelcentrum doet, omdat daar een demo-steentje staat, doen mensen niet. Vinden ze doodeng. Deze niet. Je zet hem op en ja, ik zie alles nog. Dus ik weet precies wanneer iemand mijn portemonnee probeert te pakken. Dus ja, geen probleem. Dus doorkijklens, hartstikke belangrijk. Nou, high performance 3D scanning for services, ik had het al genoemd, hij is continu bezig met de omgeving aan het scannen. Wat doe je daarmee? Nou, heel simpel. Hij weet waar de vloeren zijn, hij weet waar de wanden zijn, het plafond, een tafel. En daar kun je wat mee. Je kunt objecten op een tafel zetten. Of je kunt objecten onder die tafel zetten en die zie je niet tot je, zo gaan doen. Want hij weet, je kan niet door een tafel heen kijken. Of je bent een spelletje aan het maken, je zit iets door onder de tafel en met een bepaald commando wordt iemand dan, krijgt superpowers en kan door de tafel heen kijken. En dan maak je daar een beetje een X-ray beeld van, dat soort dingen. Weet je, hij weet hoe de wereld eruit ziet en daar kun je in je applicatie kun je wat mee gaan doen. Volledig untethered, je kan rondlopen, zei ik net al. De batterijen die doen zo'n 3 uur. Density rich light points resulting in bright vivid images. Die heb ik regelrecht van Microsoft site gepikt. Maar ik vind hem heel belangrijk, want de vraag die ik meestal krijg als eerste is, wat is de resolutie? En de resolutie is niet relevant. Wil je het weten? 1266 bij 720 pixels, keer 2. Met je 2 ogen. Niet boeiend. Waar het wel om gaat is hoeveel punten zitten erin, hoe lichtgevend zijn ze, hoe goed is het beeld wat je ziet. Pixels zijn relevant bij stilstaande beelden. Als je een programmeren bent, wil jij een scherm hebben dat gewoon zo stabiel mogelijk is. Als je video gaat kijken, moet je maar eens proberen, ga eens naar Netflix, ga HD kijken en ga diezelfde stuk nog een keer krijgen met een iets mindere resolutie. Als het een goede film is, als het goed beweegt, zie je het verschil niet. Waarom niet? Omdat die pixels toch continu bewegen. En dat is met dit ding natuurlijk absoluut zo, want die pixels zijn altijd in beweging, want niemand van ons kan zijn hoofd perfect stilhouden. Je bent altijd een beetje aan het bewegen. Dus de resolutie is totaal niet relevant. De lichtopbrengst wel, want zo werkt het apparaat, hij voegt licht toe aan de wereld. Dus je hebt de wereld en dan komen een aantal lichtpuntjes komen erbij. Dat betekent dus ook dat zwart niet kan. Want zwart is de afwezigheid van licht en hij kan geen licht weghalen. Dat lukt gewoon nog niet. Misschien dat daar een volgende versie komt met LCD-shutters, dat soort dingen. Maar voorlopig nog even niet. Zwart gaat niet, dus heldere beelden wel. Dat betekent dat die buiten slecht werkt. De meeste mensen roepen van ja, we gaan hem buiten gebruiken. Dat kan wel, maar het mag niet te zonnig zijn.
Waarom niet? Nou, buiten is het zo ontzettend fel licht, daar kan je niet tegen op projecteren. Kijk maar eens naar je laptopscherm als je buiten het zonnetje ziet, hetzelfde effect. Het kan wel, maar suboptimaal. De possibilities, ja, wat kun je er nou eigenlijk allemaal mee? Dit is trouwens Alex Kipman, de man achter het team, hij heeft hem hierop en dan staat hij in een gesimuleerd veld. Dit is van een TED-talk van februari, die staat online. Wie heeft hem gezien? Oké. Nou, jullie weten waar ik het over heb. Ga hem kijken, absoluut. Hij is wat zweverig. Hij vertelt over hoe mooi het allemaal is. Nou, alle dingen die ik net verteld heb, maar dan nog wat zweveriger. Gaat hij allemaal laten zien. Maar aan het einde, dan wordt het leuk. Want in die presentatie laat hij zien wat holoportation is. En holoportation betekent dat hij met iemand gaat praten, een soort Skype call, die niet in het gebouw aanwezig is, maar die persoon die zit ergens anders. Maar die persoon die staat naast hem op het podium. Tenminste, dat ziet hij door die bril heen. Nou, en omdat het publiek ook wat te doen moet hebben, nou, net zoals ik, hebben ze van die schermen daar hangen en dan zien ze dat ook die man staan naast Alex. En heeft een conversatie mee. Een beetje Skype on steroids, zo moet je het een beetje zien. 3D. Ik heb dat gedaan. Dat effect is waanzinnig realistisch. Ja, je weet dat het een computer iets is, maar ja, wij mensen zijn zo getraind op het herkennen van mensen. Ik bedoel, geef iemand deze tipjes en een boogje en we zien een gezicht. Dat staat ergens allemaal goed. Dat je dit echt accepteert als iets echts. Dat betekent zelf dat als je met zo'n persoon gaat praten, dat je hem aan gaat kijken, want dat zijn we zo gewend. Toen zeiden ze tegen mij, lopen ze om hem heen. Ja, ik ben met die man in gesprek. Ik ga niet achter hem langs lopen, dat is onbeleefd. Weet je, zo realistisch komt het over. Had hij ook in zijn demo, zijn verhaal was afgelopen, hij wil van het podium afstappen en dan komt nog eventjes iemand van de organisatie naar hem toe. Die had nog wat vragen over de, nou, wat ik zei, de resolutie, dat soort dingen allemaal. Maar terwijl ze die vragen stelt en Alex beantwoordt ze, komt die man weer terug. Virtueel. Die staat naast haar. En zij, ja, ze heeft geen bril op, dus zij ziet dat dus niet. Dus ze staat met Alex te praten, Alex die is een beetje, oké, die ziet dat dus wel. En op een gegeven moment kijkt ze over de schouder, ziet dat scherm en ziet dat er naast haar iemand staat. En ze kijkt naar zich en er staat niet en ze rijdt helemaal de weg kwijt. Ze schrikt, je ziet er gewoon schrikken. Alleen daarom moet je al kijken. De laatste paar minuten is hartstikke leuk. Ze raakte behoorlijk van in de war. De vragen komen er niet lekker meer uit. Het loopt niet meer en op een gegeven moment zegt ze, oké, go away. Hilarisch natuurlijk, de zaal moet lachen, maar het geeft wel aan hoe ontzettend realistisch augmented reality kan zijn. Ook al zie je dat het beeld flikkert, ook al zie je dat er haperingen zitten, ook al zie je de randen een beetje zijn, hij is transparant. Ze accepteert het als echt zijnde, ook al is het op het scherm achter de. Kijk naar wat er gebeurt als je hem op hebt. Oké, dit zijn een aantal projecten waar ik nu aan werk. Daar zijn niet de screenshots van, maar wel de dingen waar ik mee bezig ben. Dit zijn niet mijn, dit zijn de Microsoft projecten. Western Case Reserve. Dat is een hele grote universiteit in Cleveland. Die werken daar samen met een ziekenhuis. Een hele grote medische faculteit. En die gaan dit gebruiken voor de opleiding van studenten. Ik heb een soortgelijke demo zo meteen laten zien. Dat is de volgende versie alweer. Waarbij je anatomieles in 3D kan gaan geven. Dit werkt natuurlijk veel beter dan uit een boekje. Waarom? Je kan er omheen lopen, je kan er in kijken, je kan echt van dichtbij gaan bekijken hoe ziet iets eruit. Het enige wat beter is een echt mens, maar ja, wie gaat er zo staan zoals die man aan het einde, dat ga ik, nee. Western Case Research doet ook heel veel aan onderzoek, waarbij ze dus de interactie tussen alle moleculen, bacteriën en dergelijke allemaal bij elkaar gaan halen en kun je zien hoe dat samen gaat werken. Ook hiervoor geldt weer, 3D-modellen geven veel meer informatie dan een plat 2D-beeld. Volvo. Die is mee bezig, de car configurator, net al werd al gesproken over Audi, waarbij je je auto kan samenstellen. Volvo neemt dat één stapje verder, waarbij ze met augmented reality kunnen doen. Voordeel is weer, je kunt met z'n tweeën naar de Volvo dealer gaan en daar met z'n tweeën die bril opzetten en dan samen gaan bekvechten over de kleur. Rood, nee, blauw, nee, rood, nee, nou, hartstikke leuk. Er is een andere, een Lowe, dat is een do-it-self-keten in Amerika, die heeft hetzelfde aan met de keukens. Dat is nog veel leuker. Ik weet niet of jullie eens een keuken hebben gekocht, maar dat is altijd een grote ruzie tussen man en vrouw. Leuk voor zo'n verkoper. En die kan het live meemaken, hartstikke gaaf. Maar wat je dan doet, je gaat met je bouwtekening van je keuken, zoals je keuken eruit ziet, de maat in ieder geval, ga je naar die winkel toe. Zij scannen eventjes die maat in en je gaat zeggen, oké, kastje, koelkast, aanrechtblad moet zo, die greepjes, oh nee, je moet even anders. Nou, je vrouw wil het weer anders hebben dan jij, nou, zo dus. Je werkt er samen, je kunt samen in die keuken rondlopen. Lopen, niet kijken, lopen. Deze vind ik heel erg leuk. Dit is een beetje mixed reality en augmented reality door elkaar heen. Dit is een proefopstelling die is gedaan met NASA. Die hebben van die robots naar Mars gestuurd, de Mars Rover, staat die. En die hebben heel veel foto's gemaakt van het Marsoppervlak. En die foto's zijn natuurlijk helemaal uiteraard bestudeerd door mensen van NASA. Ze weten precies wat er is. En toen zei Microsoft, zou het niet leuk zijn als we dat Marsoppervlak een beetje op nabouwen. Gewoon een kamer maken. Je ziet nog een klein beetje de deur boven zijn hoofd. Die schijnt er doorheen.
Het is redelijk transparant. Maar ze hebben een beetje virtual reality, augmented reality mix gemaakt. En die onderzoekers zetten die bril op en die lopen als het ware over het Marsoppervlak heen. En het gekke is, die beelden die kennen ze dromen. Maar toch halen ze meer informatie uit. Ze hebben dingen ontdekt die ze eerder niet gezien hadden. Waarom? Omdat het nu 3D is. Ze lopen hier in de rondte, samen met een collega die ergens anders zit. Dat zie je door dat poppetje daar zo. Dan kun je zeggen, oké, kijk daar eens even naar. Komt een vlaggetje bij te staan. Er komt interactie bij en veel meer informatie. Mensen denken in drie dimensies, niet in twee. Drie dimensies is veel meer dan twee dimensies. Ze hebben nog een dingetje gedaan bij JPL. Dat is leuk. Dit apparaat trouwens is alleen te koop in... hij is overal te koop, maar hij wordt alleen afgeleverd in Amerika, Canada en Puerto Rico. De reden daarvoor is, het is high-tech. En high-tech in Amerika, dat vindt het ministerie van Defensie een beetje eng. Want wie weet wat de slechterik in deze wereld ermee gaat doen. Die moeten er even naar kijken, die moeten er wat van vinden en dan pas mag hij geëxporteerd worden. Ze hebben de twee naar het ISS gebracht, Space Station. Dat mag dan wel. Leuk detail, de apparaten worden gemaakt in China. Ja, ik was even bij, ik bestelde hem en toen kreeg ik dus zo'n shipping notification en hij is nu in Sichuan. Huh? Oké, goed. Ze hebben de twee naar het ruimtestation gestuurd. Nee, ze hebben de vier naar het ruimtestation gegaan, maar de eerste twee zijn de lucht in gegaan. Letterlijk en figuurlijk, want de raket explodeerde. Daar was Microsoft niet blij mee. En goed, andere mensen ook niet, denk ik. Maar goed, dus die gingen fout. Ze hebben nog een poging gedaan. Dit is een vroeg prototype. Ziet er iets anders uit dan het device dat ik heb. Ander kleurtje. En wat ze ermee doen? Die astronauten, die zetten dat ding op. En als iets moet gebeuren aan het ruimteschip, dan moet een reparatie plaatsvinden, of ze moeten experimenten uitvoeren, of nou, dat soort dingen allemaal. Dan zetten ze dat ding op en dan gaan ze dus naar heen waar ze moeten werken. Experiment, reparatie. En de expert op dat gebied op aarde kijkt mee. Die kan in het beeld zijn. Het is gewoon Skype. Het is echt gewoon Skype. Meer is het niet. Met een paar extra features waarbij je dus pijltjes kan zetten of dingen kan aantekenen. Of nou, op aarde kunnen ze dan een rondje tekenen van nou, dit schroef moet je aandraaien. Dan ziet hij echt dat rondje om die schroef heen gedraaid worden. En eigenlijk gaat alle expertise die je voorheen het ruimteschip in moest sturen, in de vorm van of heel hoog opgeleide mensen, of dikke boeken met handleidingen, of alle pdf's en dergelijke allemaal, die kun je nu gewoon op aarde laten. Met als gevolg dat die astronauten niks meer zijn dan veredelde ja, robots eigenlijk. Misschien dat die dame als ze boos kijkt hoor. Ik was een super astronaut. En... Dit is dus echt de ISS. Dat filmpje doet het niet. Nou goed, helaas weet ik dat niet. Holopresence, ik vertelde het al, dat was dat effect waarbij je dus mensen kan projecteren alsof ze bij je zijn. Wat ze er niet bij vertellen is dat degene die gefilmd wordt, die staat in een ring van 3D-camera's. Want ja, die HoloLens die kan wel filmen, maar die ziet jou niet staan. Die ziet alleen dingen om zich heen staan. Dus daarom zit nog iets met camera's omheen. Maar het valt op zich nog wel mee, ik heb het dus ook gedaan. En je gaat er gewoon een kamertje in, daar hangen de camera's rond. Je krijgt een bril op, een andere persoon doet hetzelfde in een andere kamer en je ziet het alsof je bij elkaar bent. Goed, die kamer die is aan de andere kant van een dun wandje, dus je had ook naar elkaar kunnen lopen. Maar goed, het kan natuurlijk ook aan de andere kant van de wereld zijn, hè? Maakt allemaal niet uit. Het werkt verbazingwekkend goed. Nou, waar wordt het in Nederland toegepast? Nu al, de zorg, uiteraard. Daar kun je ontzettend veel mee doen. Ik doe hier een project met een paar academische ziekenhuizen, waarbij we mensen die kanker hebben, die gaan in de MRI-scan, PET-scan, CT-scan. Iedere scansoort heeft zijn eigen resultaten. Die beelden combineren we. En we gaan die tumoren van die mensen die gaan we projecteren boven een tafel. En de artsen gaan met die verschillende brillen om kijken hoe moeten deze tumor nou verwijderen. Want bij iedere mens is het anders. Ieder mens zit anders in elkaar. Dat wist ik ook niet. Dat schijnt behoorlijk nauw te zijn hoe je dat moet doen. Ze gaan dat dus gewoon eigenlijk oefenen als het ware. Zijn operatie oefenen. Net met VR werd het al geroepen. Daar kun je dat ook doen. Alleen in augmented reality kun je dat ook samen gaan doen. Je ziet dus die tumor met alles eromheen hangt, zie je boven die tafel hangen. Patiënten lekker thuis, wij gaan oefenen en tegen de tijd dat we precies weten wat we doen moeten, ja, dan halen we de patiënt en dan gaan we het uitvoeren. Enorm veel winst is daar te halen. Uiteraard in opleidingen. Dit gaat de wereld van opleidingen echt veranderen, want opleidingen zijn al jaren en jaren hetzelfde, al honderden jaren hetzelfde. Ja, tegenwoordig werken we tablets in plaats van boeken, maar zo'n steeds tekst. Ja, er zitten af en toe wat video's bij. Video's is niet interactief. Door middel van interactieve 3D-beelden kun je mensen veel sneller dingen leren op een heel andere manier en pikken ze het ook veel beter op en is het effectief gewoon. Je kunt nu echt leraren gewoon veel beter in gaan zetten, er kan veel meer informatie uitgehaald worden. Dit zijn volgens mij de twee gebieden waar het meeste winst aan valt, waar de wereld echt door gaat veranderen. De bouw.
Dit zijn dezelfde slides als jullie net gezien hebben. Nou ja, een andere slide, maar hetzelfde onderwerp. Uiteraard zit ontzettend veel overlap in. In de bouw gebeurt het nu ook al. Ik had gisteren een hele leuke. Gisteren was ik in Twente. En daar zijn ze bezig met een weg. Dat was Twente. Nou goed, bij Eibergen, Winterswijk in de buurt. N18 ligt daar zo. En er komt een viaduct overheen. En ze zijn al 2 maanden aan het steggelen over dat viaduct. Wat voor hek moet erop en hoeveel ruimte moet er onder de brug zitten om te kunnen maaien? Wat voor stenen moeten er op? Ze komen er niet uit. De gemeente wil dit, de provincie wil dat, de bewonersverenigingen willen weer wat anders. Dus wat wij gedaan hebben, we hebben een aantal van die modellen gemaakt, met die verschillende scenario's erin, hebben we in de holen gezet en we zijn echt naar die plek gegaan. Zijn we gisteren geweest, grote groep mensen, grote delegatie. We hebben er gestaan daar, zo waar de viaduct moet komen en kijk maar, en de viaduct stond er. Ik hoorde net in de opmerking, ja weet je, wij kunnen dat overal doen, dat is waar, hier moet je echt naar de plek toe gaan. Maar dat geeft wel het beeld dat mensen echt op die plek staan en precies weten hoe het eruit gaat zien. De realiteitszin is gewoon vele malen groter. En in een sessie van 1,5 uur hebben een aantal mensen die bril op gehad en ze waren eruit gekomen. Dit is het hekje dat we hebben willen, dat is de ruimte die eronder moet, deze stenen moeten eronder komen. Maanden van gesprek, in 1,5 uur opgelost. Waarom? Omdat mensen in 3D denken. Dit heeft enorm veel effect. Architectuur. Groot project in Amsterdam, wordt heel veel verbouwd. We hebben die modellen opgepakt en hebben modellen gemaakt van 1,15 meter groot en die boven de vergadertafel laten hangen. Mensen konden als Madure Dam zijn, door de modellen heen lopen, erin kijken en ja, echt van verschillende kanten kijken. En uiteraard, deze gaan ook komen, de gamers. Dat wordt heel groot. De vraag die ik meestal krijg op dit moment is van, ik weet nog een industrie. Jullie kunnen wel raden welke, die hebben ze nog niet gemeld. Maar daar kun je op wachten natuurlijk. Ik denk dat de prijs nog een probleem is. Het apparaat is gewoon nog niet te koop. Je moet hem bestellen, je mag in de lijst, dan kun je de lijsten staan, dan mag je 2 jaar wachten. En dan kun je voor $3000 aanschaffen. Als dat gaat dalen, dan komen die jongens ook nog wel langs. Dan kun je op wachten natuurlijk. Zal ik hem even laten zien dan? Ja, dankjewel. Goed. Techniek laat heel even. Voor degenen die het niet weten, ik ben hiermee ook op de Wereld Draait Door geweest. En die zeiden van ja, dat is leuk, maar als jij die bril op hebt, dan zien wij niks. Ik zei nou, daar heb ik een oplossing voor. Er zit een webservertje in. Je kan via de webportal, dat is gewoon een website, daar kun je naartoe gaan en dan kun je live meekijken wat dat ding doet. Maar ik zeg, dat is één probleem, die heeft een vertraging van 6 seconden. Dus als ik iets zie, dan duurt het 6 seconden voordat iedereen dat ziet. Oh, zeiden ze bij de Wereld Draait Door, daar zijn we niet blij mee. Ja, ik zeg, niks aan te doen. Maar het staat me toch niet lekker. Als je live in uitzending komt, dan word je maandagochtend gebeld dat je dinsdagavond daar bent. Dus je hebt niet veel voorbereidingstijd. Daar kun je ook niet zenuwachtig worden, dat is weer een voordeel. Maar ik heb Microsoft gebeld, Amerika, ik ken het team. Ik zeg, jongens, dit is het probleem. Ja, nou jammer joh, dan kunnen we niks doen. Nou, ik zeg, we hebben 1,4 miljoen kijkers. Oh. Daar gaan we een oplossing voor zien. Toen hebben ze deze app aan mij gegeven. Deze app is een vroege preview van de Companion app. Die heeft een vertraging van 1 seconde misschien. Nadeel is, hij crasht nog alles. Dus als het niet goed gaat, dan geef ik een seintje. En dan gaat aan de andere kant voor iemand heel erg op de knoppen drukken en dan gaat het allemaal goed komen. Dus als hij even hapert, mijn excuus. Nog een voordeel, deze bril gaat gewoon over mijn eigen bril heen. Dat is maar goed ook, anders zag ik niks. Dit is wat ik zie. Jullie. Nou ja, wat dat betreft geen verschil. Als je goed kijkt, zie je zometeen ook ergens een wit puntje. En dat witte puntje, dat is de cursor als het ware. En die beweeg je door je hoofd te bewegen. Dus niet met je hand, dat heb je totaal geen zin. Puur je hoofd. Volgende versie zal ongetwijfeld eye tracking in gaan zitten. Maar nu nog even niet, ik moet mijn hoofd bewegen. Nou, degene die wel eens met Windows werken, die weet dat als je op de Windows toets drukt, dat dan het hoofdmenu komt. Dat is hier niet anders, alleen met andere beweging. Dit ding is helemaal gesture gestuurd. Plus spraak, maar het meeste doe je met gestures. Dus nou, ik kan hem weer weghalen, hartstikke leuk. Nou, dit alleen ook al mijn uren mee bezighouden. Nee hoor. Ik zal dus eventjes deze applicatie even opstarten. Dit is Galaxy Explorer. Galaxy Explorer is een applicatie gemaakt door Microsoft in 6 weken tijd. En ze vroegen aan de mensen van, joh, wat willen jullie nou zien? En dan konden mensen naar de community konden plannen insturen. En die werden dan uitgevoerd in 6 weken tijd. Gewoon om te laten zien hoe werkt het nou. Vervolgens is dat ding gewoon open source in GitHub geplaatst. En daarmee kun je dus... Het zit ook spraak bij, heel irritant.
Ja, ik ken het verhaal al. Een GitHub gezet, zodat iedereen kunnen downloaden en hier naar gaan kijken van ja, hoe bouw je nou een HoloLens applicatie. En wat ze gedaan hebben is gewoon ja, een soort de Galaxy Explorer. Nou, zeg het al, hiermee kunnen we dus het universum gaan onderzoeken. Even een kleine waarschuwing. Als mensen iets doen, bewegen ze hun hoofd altijd. Kleine beetjes heen en weer bewegen doen we. En dat is heel natuurlijk. Wij merken dat niet, want je doet het zelf. Dus je hersenen weten dat jij je hoofd beweegt. Dus dat beeld wordt gestabiliseerd. Doe ik ook. Ik bedoel, ik ben ook maar mens. Maar dat betekent wel dat jullie dat schokkende beeld daar zien. Dus als ik heel snel kijk, dan is dat heel vervelend. Goed, wat kan ik doen? Ik kan de aarde even plaatsen. Dit wordt de aarde. Dan krijg ik een heel verhaal over de aarde. En het leuke is, het is 3D. Dus je kan vanaf alle kanten gaan kijken. Nou, dan vertelden ze, oké, dit is ons zonnestelsel, maar ons zonnestelsel is onderdeel van een groter geheel. En oké, nou, hartstikke mooi, sterretjes. Ik wil even terug naar onze zonnen, pak die even. En dan gaat hij weer inzoomen. Je ziet het, alles is gesture-based. Nou, die vind ik leuk. Nogmaals, het is 3D, dus als ik de zon even zou pakken, dan gaat ze in alles vertellen over de zon. Ik zie van heel dichtbij, maar ik kan er dus gewoon omheen lopen. Dat is leuk. Ah, het blijft mooi. Er zit een minuutje onder. Gaan we weer terug. Iemand een voorkeur? Iemand een lievelingsplaneet? Pluto? Ja, dat is geen planeet, hè? Ja. We hebben Pluto. Nou goed, jullie vermaak je wel even. Het leuke is, dit object hangt hier in deze ruimte. Hij schrok nog een klein beetje. En die blijft ook in die ruimte hangen, ongeacht waar ik heen loop. Nu ga ik iets doen wat de cameramensen niet leuk vinden, maar ik ga gewoon weglopen. Ik probeer het niet eens over te struikelen. Ik sta achter in de zaal, maar voor mij hangt dat ding nog steeds op dezelfde plek. Sterker nog, als ik morgen terug zou komen, hier zo, dan hangt hij er nog. Want hij koppelt namelijk de coördinaten in de 3D-ruimte waar je bent, aan de locatie waar je bent, en dan blijft het gewoon onthouden. Dat betekent dus dat je gewoon een ruimte kan inrichten alvast van tevoren en daar dingen kan plaatsen. Nou, ik heb Jan al gezien. Andere toepassing. Leuk. Jij mag even weg. Even kijken, dan pakken we even de Holo Anatomy. Ik had het al eventjes over de... Dat is de verkeerde. Over de Case Western Reserve met die anatomie-applicatie. Gaat weg, joh. Gaat weg, commando kent hij nog niet, helaas. Dit is versie 2, dit is eigenlijk meer een showcase van wat zij willen gaan doen. Er zit een geweldige bug in, ik hoop dat hij dat nu niet gaat doen, altijd leuk. Ja, heel verhaal, bla bla, we zijn geweldig, we maken hele mooie applicaties, top. Hiermee kun je een soort van anatomieles gaan doen, dat is weer klein. Eén waarschuwing, er staat een enorme naakte man zometeen in de zaal. Als je dat niet tegen kan, raad ik je aan om even wat te drinken te halen of zoiets. Ik heb vorige week deze demo willen geven aan onze koningin. En op het laatste moment heb ik besloten dat we vervangen door een hondje in een poesje. Dat leek me wat veiliger dan een naakte kerel voor de koningin neer te gaan zetten. Loading. Even kijken hoor. Het is altijd de vraag waar die nou weer terecht komt te staan. Ah, daar. Er staat dus een skelet daar zo en die wordt keurig aangekleed. En zoals je ziet, ik loop er gewoon omheen. Ik kan dichtbij kijken. Nou, keurig zijn tanden gepoetst, niks mis mee. Ik kan van binnen kijken. Dan komen de bloedvaten komen erbij. Nou, je ziet het inderdaad al op deze manier, spieren. Even één ding, ik ben dit niet. Ik heb iets meer verpakking hier zo. Uiteraard, zoals ik al zei, het ding kan ook spraak gestuurd zijn, dus next. Next. Demo effect. Het mooie is, en jullie merken dat niet, maar er zit dus dat directional sound zit erin. Ik hoor het geluid echt alsof het uit dat figuur daar komt. Er wordt nu van alles in mijn hoor verteld door een dame van nou. Dat is wel gek hoor, om een damestem daar vandaan te horen komen, want volgens mij is dit geen dame. Zoveel verstand van anatomie heb ik hem ook wel weer. Next. Nou, je kunt je voorstellen als je dit gaat gebruiken in opleidingen, hoe ontzettend veel informatie je er hieruit kan halen. Je ziet dus de spijsvertering. Next. Die komt zo meteen nog een keer terug. Als je nu uit een boekje dit moet leren, en dan krijg je bijvoorbeeld een vraag van zoek de alvleesklier.
dan word je al geholpen. Want de alvleesklier, die zie je alleen maar vanaf de achterkant. Wist ik ook niet, maar next. Dat betekent dat ze een plaatje moeten geven van de mensen aan de achterkant. Daar geef je eigenlijk een beetje hints mee. Hier zo. Dit is dus het spijsverteringsstelsel. Met de slokdarm en de maag en de lever en noem maar op. En met de alvleesklier. Maar die zie je dus alleen maar als ik vanaf deze kant kom. Die zit namelijk daar. Ja. Nou, nog één laatste demo dan. Die heb ik al gezien. Ik zei al, de gamingindustrie die wordt natuurlijk helemaal geweldig. Even opruimen. De gamingindustrie gaat helemaal geweldig vinden. Er zit één spelletje bij, dat is een beetje een demo. En dat spelletje dat maakt heel goed gebruik van de omgeving waar we in zijn. En die zal ik even opstarten. Waar ben je, RoboRate? Die. En dit spelletje, daar zijn er aliens en die robot-aliens. En die, die proberen mij te vernietigen. En het is aan mij om te zorgen dat het niet gebeurt. En dat ze mij niet neerschieten en ik hun wel. Vrij bazaal spelletje. Maar de effecten zijn fenomenaal. Helaas duurt het opstarten even lang. Dus voor jullie niet zo heel erg boeiend. Maar wat deze dus doet, deze maakt dus gebruik van de omgeving. Die aliens die komen uit de muren. Hij maakt dus gaten in de muren. Ik ga zo meteen een van de doodstonders van presenteren doen. Met mijn rug naar het publiek staan. Want ik heb al 8 jullie gestaan ook, dus wat dat betreft maakt niet zoveel uit. Look at the wall. Oké. Tap to place. Nou, dan plaats hem daar zo. Moet ik zorgen dat ik niet van het podium afval? Dat is voor jullie wel grappig, maar voor mij niet zo. Hij wil de muur even scannen, want hij wil weten waar we zijn en waar we gaan spelen. Dus ik kijk even naar de muren. Wat ik al zei, 5 keer per seconde kan het doen, dus dat gaat vrij snel. Start game. Ja, vandaag nog. Level select, nou gewoon maar level 1 denk ik. Hè. Ik ben geen gamer, dus ik vind het ingewikkeld zat. Het grappige is dus inderdaad, nou, er hangt daar een muur, nou, die zien we, en er zit nu een gat in. En dan kan ik ook echt inkijken. Ik dacht dat het een stevige muur was, maar dat valt een beetje tegen, dat is gewoon hout, joh. Nou, dan zweeft hier eerst een robotje, daar zo, en die vertelt me nu van alles wat ik weten moet, en die geeft me superkrachten zometeen, en nou, bla bla bla, kom op. Onze planeet is verdoemd, nou, dat is helemaal vervelend. Je kan hier heel duidelijk aan zien dat het een Amerikaans spel is. Amerikanen hebben allemaal houten huizen. Nou, ik heb nu superkracht gekregen van hem, hartstikke fijn. Kom op, meneer aliens. Kijk nou, er is een hele ruimte achter. Nou, they'll be here any second, wordt nou gezegd. Nou, kom maar. Oké. Goed, jullie gaan wat drinken, ik red me wel. Hey, hier, ze schieten terug. Hey, jullie hebben een beetje vertraging helaas, maar... Zometeen komen er andere aliens uit en die vliegen om mijn hoofd heen. En vanaf alle kanten gaan ze dan om me heen zitten. En dan hoor je ze ook echt precies waar ze zitten. Ik ga hem even afzetten. Ja. Dan hoor je waar ze zitten en dan kun je ze uit de lucht niet schieten. Ze schieten terug, dus je ziet echt mensen inderdaad ook wegduiken en bijna van het podium afvallen. Dus hilariteit alom. Je ziet het mix van de virtuele wereld, de echte wereld. Je kan de dingen overheen zetten. Het is enorm lichtintensief, dus die gaten zijn echt heel realistisch. Het bedenken van de juiste toepassingen, dat is nu de uitdaging. Maar wat mij betreft gaan we een hele mooie toekomst tegemoet. Dus dan is het nu tijd voor vragen... Ja. Zwart, ja, gaat niet gebeuren. In de praktijk, hoe groot is die limiet? Niet. Ze zeggen er heel duidelijk bij, zwart moet je niet gaan gebruiken, want zwart zie je niet, want zwart is gewoon transparant, zwart is geen licht. Wat er dan wel gebeurt, is als je kleine objecten hebt, lichte objecten, er zit een paar hologram bij van een hondje met zwarte ogen bijvoorbeeld, als je goed kijkt, zie je dat die ogen gewoon transparante rondjes zijn. Maar omdat wij zo weten dat die dingen zwart hoort te zijn, en zeker een donkere gat eigenlijk in een lichtomgeving, zien wij als zwart. Dus ik heb dat getest met mensen, dan laat ik inderdaad een paar hologrammen zien waar zwarte elementen in zitten. Niet te veel, maar ze kunnen wel zijn. Ik vraag, ja, wat voor kleur is dat? Nou, zwart. Ik zeg, kijk nog eens. Oh nee, transparant. Dus dat effect wordt daar weer gefilterd.
Grote donkere objecten gaan niet werken. Klopt. Hoe zie je het voor je de toekomst van navigeren tussen menus en dergelijke? Ja. Is het natuurlijk, is het lastig, is het, ik zie moeite hebben. Heb je ideeën daarover? Moeite? Dat je misklikt. Ja. Klopt. Nee, dat klopt. Dat vereist enige oefening. Ik zie heel veel mensen enorm veel moeite hebben met de gesture. Het is echt die vrij nauwkeurig, dat wel. Dat gaat verbeteren. Dat is nog niet zo, maar het is nu echt, je moet deze wegen goed maken, dat wordt lastig. Uiteraard het positioneren van je cursor met je hoofd, dat vereist enige oefening. Dat is wat lastig. Veel mensen hebben veel moeite mee. En die gaan dus die spieren allemaal aanspannen en dat ga je merken. Gaat beter worden. Ik heb al prototypes gezien waarbij ze ook met dingen met eye tracking gaan werken. Dat werkt gewoon veel natuurlijk voor mensen. Zit er nog niet in, gaat wel komen. Wil je dat dit echt breed uitgedragen wordt in de maatschappij, dan zul je dat soort dingen op moeten pakken inderdaad, klopt. Maar dat is nu nog niet het geval. Ja, 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 dat kan natuurlijk ook. Je hebt ook van die bandjes, ik ben de naam vergeten, maar waarbij je dus je spierspanning kan meten inderdaad. Dat soort dingen ga je krijgen. We zijn nu bezig om dit te integreren met een Microsoft Band, waarbij je dingen kan doen. Het idee van Microsoft was volledig untethered, dus je hebt geen devices nodig. Maar er zit een Bluetooth-ontvanger in, dus wat let jou om een toetsenbord, muis eraan te hangen? Dat kan. Of met bands of wat dan ook, klopt. Je wil eigenlijk, als je naar je arm kijkt, dat als object gaat gebruiken? Ja, of een toetsenbord projecteren of iets dergelijks, of druk daarop, ja, dat kan. Er zit er gewoon een camera in, die camera wil er ook weer bij komen, dus leef je uit. Waarom niet? Ja, kan. Ja, ja, er is een hele simpele app inderdaad, waarmee je dat kan doen. Er is een samenwerkingsverband met Autodesk van AutoCAD. En die zijn nu bezig met de HoloLens plugin. Waarbij je dus in AutoCAD inderdaad gewoon tekent. Maar dat real-time ook gerenderd ziet in 3D met de HoloLens. Dus die komt eraan. Eén probleem, Autodesk heeft 20 devices leen gekregen van Microsoft. En nu dat ding commercieel verkrijgbaar is, hebben ze gezegd van ja, lever eens maar weer in, dan, nu mag je hem kopen. En daarmee is Autodesk achter in de rij gezet en zitten ze 2 jaar wachttijd tegenaan te kijken. Dus dat, die 20 devices komen wel weer terug. Maar voorlopig hebben ze even een probleempje, maar er wordt aan gewerkt. Ja, dat is er al wel. Ja. Ah. Vooruit. Ja. Ja, het officiële antwoord is, ik heb geen flauw idee. Nee, dit is de development kit. Die is nu laten we zeggen, 2 maanden te krijgen, te bestellen. Als je hem nu bestelt, dan moet je een Amerikaans afleveradres hebben. En dan kom je achter een rij te staan. Die rij is nu iets van een dik een jaar. Dus dat duurt nog eventjes. Dan krijg je de development kit. Die kost $3000. Uiteindelijk moet je naar de production kit gaan uiteraard. De commercial available units. Wanneer gaat dat komen? Ik heb geen flauw idee. Mijn onderbuik zegt 1,5 jaar. Maar... vorige week heeft Microsoft een persbericht de wereld ingestuurd en gezegd van wij zijn de samenwerking aangegaan met een aantal hardware partners, waaronder HP, Dell, Lenovo, UI ook, een aantal van die leveranciers, die mogen deze devices gaan maken. En daarmee gaan ze een beetje het Google-adres, het Android-model gaan ze nabouwen. Dus als je nu met Android kijkt, Google maakt het OS, Google maakt de referentie-hardware, dat zijn de Nexus-telefoons, dat zijn de flagships. En andere leveranciers mogen er best mee aan de gang gaan, die krijgen gewoon het OS. We mogen eigen devices maken. En dat gaat hier ook mee gebeuren. Dat is vorige week aangekondigd. Dus iedereen gaat nu beginnen om die productie op te gaan bouwen. Nog 1 jaar geduld. Maar dat is mijn onderbuikgevoel. Pin me niet op vast. Dat was vraag 1. Ja? Het zijn er 2 zelfs. Ja. Meta heb je eerst nog. Ja. 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 Er zijn inderdaad 2 andere grote spelers in wording. Eén is inderdaad de Meta 2. Dat is een vergelijkbaar device. Dat ziet er heel veelbelovend uit. Die wordt een stuk goedkoper, die wordt $1000 consumerprijs. Even tussen jullie en mij gezegd, ik denk dat deze ook $1000 gaat worden in, uiteindelijk, maar goed. Dat is mijn verwachting. De Magic Leap is een apparaat dat is al een tijdje in ontwikkeling. Dat heeft nog bijna niemand gezien. Daar is $2,4 miljard in gestoken door verschillende bedrijven. En gisteren is het eerste patent goedgekeurd en dat is een beetje naar buiten gekomen hoe het eruit gaat zien. Het wordt meer een helmding. Vragen niet naar de specs, niemand durft er wat over te zeggen. Maar dat schijnt helemaal geweldig te zijn. En geloof me, op het moment dat die beschikbaar is, sta ik vooraan en dan kom ik het jullie wel vertellen. Maar voorlopig nog even moet het hiermee doen. Het verschil tussen Google Glass en de HoloLens. Het verschil tussen paard en wagen en een Ferrari. En dat is.
Nou, Google Glass was een geweldig concept. Het was ook een hele moedige stap van Google om dat te gaan doen. Ze hebben geld zat, dus dat konden ze makkelijk gaan doen. Maar wat ze gedaan hebben, is ze hebben een bril genomen, zoals dit. En daarin zit een camera, er zitten batterijtjes in. Hij maakt verbinding met je telefoon, dat is officieel niet nodig, maar zonder dat heb je er niks aan. En er zit in de hoek zit een klein displaytje. En voor de gebruiker was het zo alsof hier dus een scherm hing. En op dat scherm kon je wat tekst neergeven of wat filmpjes. That's it. Dus het is gewoon een schermpje wat je bij je hebt. Daarmee kun je, omdat je via je telefoon GPS-ontvangst heeft, kun je ook zeggen van oké, ik loop door een straat heen en ik zie dat dit gebouw en dan kan ik informatie over het gebouw hebben. Het Hulskamp-gebouw is, nou, noem maar op, gebouwd in dat jaar. Dat kun je dan weergeven, maar meer dan dat was het niet. Dit is meer, want dit is ten eerste al veel meer view. Het is 3D. Er zit 3D-scanning erin, dus hij weet hoe de omgeving in elkaar steekt. Ik zeg, het is Google Glass on steroids, on steroids, on steroids, on steroids. Dus er zit een enorm verschil in. Ja? Toch heb ik altijd een beetje het gevoel dat heel veel mensen VR en dus AR, ja, dat er twee tegenzijdige kampen zijn. Ja. Waarom is dat zo en hoe denk je zelf over? Ja, ik ben het wel een beetje eens. Nee hoor, ik had net een gesprek ook met de mensen van VR Productions erover en VR was niet eerst. De eerste toepassing was in 1912 was AR. Ik ken nagenoeg lang dat er is. Maar VR is natuurlijk het ding momenteel. En overal is alles in virtual reality. En ik denk dat heel veel toepassingen die nu in virtual reality gemaakt worden, beter in augmented reality kunnen komen. Maar dat is allemaal nog vrij nieuw. Ik zeg al, die Meta 2 die is nog niet uit. De HoloLens is een development kit alleen maar. Dus we gaan er nog naar kijken. Er zit overlap in. Er zit absoluut overlap in. Sommige dingen kun je gewoon kiezen. Ja, dat is beter AR. Anders zijn beter in VR. Het gaat naast elkaar bestaan. Ik denk dat als je praat over opleidingen, zijn er field dingen zoals die vliegtuigmotor waar ik het over had. Ja, dat kun je beter in AR doen. Maar als je praat over race dingetjes, vliegtuig besturen, dat soort dingen allemaal. Dat zijn toepassingen die in VR gewoon veel beter werken. Omdat je veel meer controle over de hele wereld hebt. Het voorbeeld van die artsen net. Ik denk dat een artsoplossing een AR oplossing is. Ik denk dat de bouwplaats die je zag, die slide van net, vond ik een heel interessante slide. Ja, ik wil de jongens niet te veel tekort doen, maar je ziet mensen met een Samsung Gear op een bouwplaats lopen. Nou, sorry, ik weet niet of je een Samsung Gear opgehad hebt. Ik ga daarmee niet op een bouwplaats lopen, want ik struikel. In het ontwerpkantoor bij de architect kun je beter een VR-bril opzetten. Dus het is altijd een beetje een afweging. Ik heb nog tijd voor één vraag, hoor ik net. We willen jullie graag de kans geven om zo meteen nog even dingen uit te testen, dus aan jou de eer. Ja, technisch heel eenvoudig, conceptueel heel lastig. Is dat een antwoord? Sorry? Ja. Ja, als dat je uitgangspunt is, dan heb je een behoorlijke klus, dan moet je met DirectX in de gang gaan. Niet doen, start Unity op. Unity 3D, game engine. De vorige sprekers hadden het over Unreal. Wij gebruiken Unity. Daarmee kun je het doen. Je scripting doe je gewoon in C#. Uiteindelijk maak je daar een UWP af van in Visual C#. Of in Visual Studio, en die compile je. Maar in Unity kun je gewoon veel sneller werken. Dus mocht je weer willen weten, even een plug. Op de website .net.nl staat de meeting van over 2 weken. En dan ga ik helemaal over de development kant in. Als je meer wil weten, kom je even naar me toe zo. Maar technisch stelt het niet voor. Conceptueel, goede hologramapplicaties bouwen, dat is lastig. Ik dank jullie voor je aandacht. Daar staan de devices. Ik heb deze ook dus. We hebben zo meteen nog even de tijd om inderdaad wat devices te proberen. Dennis is er nog op het moment dat jullie nog vragen hebben. Sako is er ook nog. Ik wil van dit moment gelijk even gebruik te maken om de heren te bedanken voor de avond. Dus Sako, als je heel even op het podium zou willen joinen. Wij zijn ontzettend blij dat we de samenwerking aan hebben kunnen gaan met zowel Sako als Dennis. En daarom hebben we een kleinigheidje voor jullie. Namens Computer Futures willen wij jullie hartelijk bedanken voor vanavond. Voor de mensen die nu naar huis willen, bij de balie hebben we een goodiebag waar jullie bij ons een cardboard mee krijgen. Dus heb je nog niet straks het moment gehad om het te proberen, dan kan je het in ieder geval met je mobiele telefoon proberen. Is wel iets anders, maar kan je in ieder geval thuis laten zien wat je vanavond hebt gedaan.
Mocht je het gezellig vinden, mocht je nog even met de heren willen praten of wil je nog een VR-bril opdoen, dan is daar gewoon de mogelijkheid voor. En ik wens jullie een hele fijne avond en wel thuis.